Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga je straks van meenemen in een avonddienst. Het is namelijk eerste kerstdag vandaag. Nou, ik kan me voorstellen als jullie de video zien dat het al een tijdje terug is dat het kerst geweest is. Maar jullie moeten je voorstellen, want ik krijg vaak veel reacties. Waarom zit er zoveel verschil tussen de tijden dat het wordt uitgezonden en is opgenomen? Het heeft gewoon puur te maken dat ik, de beelden moeten bewerkt worden. Het kost gewoon heel veel tijd en ik doe het allemaal naast mijn eigenlijk fulltime baan als wijkagent. En daarnaast moeten we ook de beelden, laat ik altijd even meekijken met wat collega's. Om te kijken, is het goed geblurred? Staat alles goed? Moet er nog een tikfouten aangepast worden? Dus voordat het hele proces rond is, duurt het altijd even voordat ze online zijn. En dan probeer je eigenlijk al zo snel mogelijk de actuele zaken naar voren te halen. En sommige dingen kunnen wat later gepland worden. Zoals deze ook, zit er nog even tijd tussen. Oh, dan gaat het poppetje aan. Maar goed, we gaan dus een late dienst doen op de kerstavond. Dat is ook wel een avond dat we traditioneel eigenlijk veel artikel 8, rijden onder invloed hebben. Dus ik denk dat we die vanavond ook wel gaan krijgen. Maar ook wel veel meldingen van inbraak. Zowel de hete data als het opnemen van inbraak. Dus mensen komen thuis van familie-etentjes of andere festiviteiten. En er is helaas ingebroken in de woning. Dus ik denk dat we dat vandaag ook veel zullen treffen. Dus ook mijn tip, en dat als je het ziet is natuurlijk bij de volgende keer alweer, in de aankomende kerst, over een paar maanden inmiddels. Let gewoon op elkaars woningen, loop even extra naar buiten, kijk een keer naar buiten en bel gewoon 112 als je een verdachte situatie ziet. Want zeker de feestdagen, dat zijn gewoon, ook voor inbrekers gewoon topdagen. Want ze weten gewoon, iedereen gaat naar familie, is weg, er is minder controle op straat, want iedereen is gewoon druk met festiviteiten. Dus wordt gewoon veel ingebroken. Dus ik denk dat we deze dienst weer gaan treffen. En ik moet straks even een melder terugbellen die een terugbelverzoek heeft gehad. Met wat informatie over mogelijk dealgedrag. Dus even kijken of we daar wat mee kunnen doen. En voor de rest zijn er eigenlijk verder geen bijzonderheden die we net in de briefing hebben gehad. Dus ik ga even de computer opstarten, even inlezen in die melding en dan gaan we zo de straat op. Ja, hij staat op bureau Nieuwegein. Even meerijden. Ja, gaan we doen. Nou, dat was kort maar krachtig. We zijn weer terug op het bureau. Het zou een mogelijk verdachte situatie zijn. Meerdere personen in een voertuig. Mensen bellen 112. Goeie tip natuurlijk. Verdachte situatie gelijk bellen. In ieder geval meerdere eenheden waren al snel te plaatsen. Voertuig aangetroffen en de personen aangetroffen. En die zijn nu bezig met controle. Dus uiteindelijk zijn wij daar ook niet meer nodig. Want er zijn genoeg eenheden. Dus gaan we even gauw verder met de administratie binnen. Namelijk 1 keer 5 euro. Uiteindelijk is dat 2 keer nog iets bij. Dus 1 keer 5 euro. Nog een keer 5 euro. Nou, we moesten even een eerste klusje doen. We moesten even richting een aangever om een handtekening op te halen. Er was eerder een inbraak geweest. En die inbraak heeft een maatje op wie gezet. Maar de aangever moest er even tekenen. Dat hebben we nu gedaan. Gaan we weer verder. Als wij een rondje door Vianen rijden, zien we ineens op de hoek bij een supermarkt iemand met een lampje de winkel in schijnen. Net op het moment dat wij de hoek om komen rijden, loopt hij ook weg. Vinden we enigszins verdacht, dus we besluiten de meneer snel te controleren. Hoi. Wil je blijven staan? Hallo. Ja. Kijken of ze hadden aangegeven of ze de tweede kerstdag open zijn. Ah, vandaar. Ja, ik kon het daar wel lezen, maar ik denk, ik zet het nog even aan om het goed te zien. Mag ik uw ID-kaart even zien, alsjeblieft? Goedenavond. Jonker Vaf, wat? In de waar, zegt u? Goed, bedankt voor uw medewerking verder. Prettige avond. Fijne feestdagen, hè? Tijdens de dienst ook wat toezicht in de buitengebieden van ons werkgebied. En daar treffen wij een voertuig aan waar twee personen bezig zijn met de intieme daad. En die besluiten toch even te controleren om te kijken of het allemaal mag en of het vrijwillig is of alles goed is. Goedendag. Hey man. Hallo. Het is niet zo'n handig plek hier denk ik. Nee man, wat heb ik geen kat bij voor het hotel. Ja, maar iets verderop zijn we wat minder in het zicht. Ja, sorry man. Heeft iets van een rijbewijs bij, legitimatie? Wil jij hem even medicant opnemen, Jan Willem? Lukt
Ja, is goed. Hé, maar dit is allemaal vrijwillig, je wil dit ook. Ja? Maar waarom gaan jullie dan niet gewoon lekker naar het hotel? Ja. Is toch veel beter, veel veiliger allemaal? Ik moet wel mijn boetes op een spletje tellen, want ik dacht, weet ik helemaal niks van. Het is ook geen schokkend bedrag, dus nee. Allemaal kunst, ik had hem meteen achteraan. Vragen waar ik voor aangehouden word. Ja, je mag even blazen. Nee, mijn schoonmoeder thuis voor haar. Ja, nou ja, goed. Dan nog maar even blazen. Heeft u iets gedronken wat er geen vaardigheid kan beïnvloeden? Helemaal niet. Nee. Ja, stopt u maar. Nog net genoeg lucht in de longen, zie ik. Nou, dan gaan we even zien of het. Ja, het is allemaal in orde. Bedankt voor de medewerking. Met dit bijvoorbeeld. En zo goed. Ja, toch? Hoort er ook bij. Ja. Goed, meneer, ik wens u verder nog een prettige avond. Okay. Dag. Er komt een melding binnen dat de melder twee personen over straat ziet lopen met bivakmutsen en die bij een voordeur van een woning staan en een aantal zakken in handen hebben en we gaan onderweg. Er is juist een melding binnen dat iemand een aantal personen heeft gezien die in bezit zouden zijn van een vuurwapen in de buurt van een tankstation. Nou, dan gaan natuurlijk gelijk alle alarmbellen rinkelen, dus de vesten zijn aan en we zijn in de omgeving aan het zoeken of we mogelijk de verdachte nog kunnen treffen. En daarop controleren ook hier en daar wat personen die aan het signalement voldoen. Er zijn ook collega's naar de locatie om meer info te halen. Wat is dat? Dat is hem net. Hi. Hoi, goeiedag. Even een vraag. Heeft u iets voor wapens bij u? Nee. We zijn met een melding van een vuurwapen gehad, dus ik ga even gauw fouilleren of u iets bij heeft. De tas zit vlak eraf. Ik snap dat het even vervelend over moet komen, maar we moeten even... Oké, dankjewel. Hey, dankjewel. Deze is negatief, OC. Negatief, ik controleer dat een optie naast iemand. Nee. Wilt u heel even naar buiten komen? Ja. Onderweg, we hebben een melding van een mogelijke voorverkenning op een overval. Ja, hij voldoet redelijk aan het C-element. Ja. Dus ik wil heel graag controleren wat je in je tas op zit. Hè? Als dat in orde is, zijn we klaar. Kunnen ze mij een C-element blijven? Huh? Wat zeg je? Ik ben net vanuit gekomen. Ja, maar ik wil het toch even gaan controleren als het niet aan deze is loos. Dankjewel voor de medewerking. Dankjewel voor de bericht. 53.03 uit. Inmiddels is de zoektocht een tijdje bezig en we hebben meerdere personen gecontroleerd. Tot nu toe zonder resultaat. Collega's hebben in de winkel een eerste verklaring opgenomen en de beelden uitgekeken en zijn veiliggesteld. En net als we net vervolg willen gaan, krijgen we een melding dat de verdachte personen mogelijk bij het station zouden staan. Dus op het moment dat we aankomen rijden, rijdt net de tram weg. Dus besluiten we te controleren in de omgeving. Kassie-element? 3502? Ik stond net bij Mervis en deed er wel iemand heel zenuwachtig. Misschien dat hij vanaf waar zochten jullie iemand? Ja, vanaf de rechterflank ongeveer.
wil, kan ik even kijken of ik met de chauffeur in contact kan komen, hoor. Maar dat gaat vaak wat lastig ook. Die kan pakken, het station, doen we deze kant. Misschien zijn ze... In de tram treffen verder niemand aan. Ze besluiten aan de beide zijden van het station te zoeken in de wijk. Nou, op dat moment als we eigenlijk net de wijk inrijden, zien we drie personen wegrennen. En de getuigen geven de locatie door, dus we gaan zoeken naar deze personen. Ja, er liggen drie gasten op de grond, worden gecontroleerd. Ja, extra collega's erbij vanuit bureau IJs of Nieuwegein, voor Zuidoost. Is er wapens bij je? Wat bedoel je? Ja, dat maak ik vraag. Voor je mooi. Kom je wel achter, ja? Ja, tuurlijk. Gaan we doen, hè? Ja, moet ik nu starten, hè? Even een korte update van net. We hadden dus een melding waarbij een aantal personen waren gezien die mogelijk een vuurwapen op zak hebben. De melder had het wapen gezien die in een tas had zitten. Nou, uiteindelijk zijn we de omgeving gaan zoeken en troffen wij een aantal heren aan die ook gingen wegrennen toen ze de politie zagen. Nou, in de verte voldeden ze ook aan het signalement. Dus hebben we de controle ook uitgevoerd. En uiteindelijk na de controle bleek dat ze toch niks mee te maken hebben. Dus hebben we het netjes uitgelegd, ja, wat is de reden van de controle. En nou, hebben we ook even netjes de hand geschud en zijn we weer verder gegaan. Daar staan ze. Nou, het is eigenlijk wel een beetje een voorbeeld van een spelletje met spelen met de politie. We zien die brommer rijden en we keren. Nou, op dat moment gaat de brommer gelijk de hoek om. Nou, en dan geven wij een stopteken. Vervolgens gaan ze snel over een parkeerterrein, over de stoep. En dan rijden ze eigenlijk weer in de richting waar ze vandaan komen. Dus dan krijgen wij ook het idee van, ja, die jongens die willen er vandoor. Dan geven we ook gelijk door in de meldkamer. En uiteindelijk komen we dichterbij en dan stoppen ze. En dan werken ze ook wel mee aan de controle en is er eigenlijk ook niks aan de hand. Maar het hele gedrag eromheen is natuurlijk wel enigszins bijzonder te noemen. En je vraagt daardoor ook wel de aandacht van de politie. Nou, uiteindelijk is er ook verder niks aan de hand, dus controleren we de gegevens en gaat iedereen weer met de volg. Nou, we zijn eindelijk terug op het bureau. Zoals je ziet gaat het ineens heel druk, melding achter melding. Ik heb nog niet eens tijd gehad om het vest fatsoenlijk uit te trekken. Ik moest net met spoed richting Houten. En mijn maatje gooit nu al de achterbak dicht, want die is het vest aan het opruimen. En dat vind ik kennelijk heel grappig.
Maar goed, we hadden net die melding nog. Er was ruzie in de familie. Dat zie je ook wel vaak op kerstavond en eerste kerstdag. Er was wat ruzie over en heen en weer geslagen, geschopt en weet ik wat allemaal nog meer. Uiteindelijk hebben we gevraagd aan beide partijen, wat willen jullie eigenlijk? Ja, dat wisten ze niet. Dus we hebben de ouders laten zitten en de rest allemaal het huis uitgestuurd. En hopelijk dat morgen iedereen weer nuchter is en dat ze het uitpraten. Dus dan moeten we vastleggen in het systeem. Ik ga even dit vest eindelijk uitdoen en dan gaan we binnen nog even de administratie doen.